lekker. Dus... Einde van het eerste semester. Ik had dus mijn stage geregeld bij Mona. Ik had de minor van fotojournalistiek had ik geregeld. Dus eigenlijk mijn derde jaar had ik gewoon al helemaal gepland. En ik wist ook eigenlijk met een bijna 100% zekerheid dat dat gewoon allemaal zou gaan lukken. Maar... ik kreeg gewoon niet echt grip soort van op dat hele begrip documentaire maken. En toen hadden ze in de klas hadden ze gezegd van ja, waarom maak je niet een schema? En daar zet je gewoon doelen van ik wil dit semester wil ik deze doelen behalen. Dus ik zou portretjes schieten. Ik zou documentaires gaan kijken, andere makers gaan onderzoeken. Ik wilde een portfolio website maken en ik wilde een manier vinden hoe ik spontaan mijn gedachten en mijn werkwijze kon vastleggen. En ondertussen was ik dus bezig met project 7 en dat was het research project. En dat was echt super leuk. En het was ook echt dat ik het gevoel had van dit uitvoerig onderzoek doen, dat is wel echt iets wat ik heel erg leuk vind. Dus dat was ook wel een indicatie van, nou, dan weet ik in ieder geval dat een deel van het documentaire maken, dat ik dat leuk vind. Het onderzoek doen. Alleen, ik ging zo erg over mijn grens, terwijl ik had gezegd zo van, dat ga ik niet doen. Maar natuurlijk dat ik dat weer ging doen. Zo ver over mijn grens met mijn energie, dat ik eigenlijk totaal fysiek en mentaal gezien gewoon geen energie meer had om te steken in al die doelen. Dus ik liep soort van tegen een soort muur aan en ik weet niet, ik kwam er niet echt uit. En dat hele grote begrip documentaire maken, dat bleef ook maar gewoon daar een beetje in het luchtledige hangen. En ondertussen was ik wel begonnen met het vastleggen van mijn gedachten, gek genoeg, heel spontaan, door alles in een boekje op te schrijven. Echt zo'n heel klein boekje. En dat werkte grappig genoeg echt heel erg goed. En eigenlijk had ik ook wel verwacht dat dat voor mij heel goed zou werken, omdat ik dat altijd al deed, het opschrijven van mijn gedachten. Ja, toen had ik daar dus wel opeens een hele spontane manier in gevonden. En eigenlijk wilde ik ook nog kijken hoe het was om met echt een klant te gaan werken. En toen op de vacaturesite van de HKU had ik een hele interessante opdracht gezien van een archief. En die zocht een fotograaf die 20 foto's konden maken van het Utrecht van nu. In vergelijking met tekeningen van een oude kunstenaar uit de 17e eeuw, Herman Safleven. En dat bleek gewoon een hele leuke opdracht te zijn. En de grap was dat ik ook heel erg geïnspireerd raakte door het materiaal waarmee ik mee bezig was. Dus ik weet nog dat ik de eerste dag dat ik foto's ging maken, toen was ik met mijn Sony erop uitgetrokken, 50 mm lens erop gedaan. En de foto's waren gewoon echt ruk. En ik weet nog dat ik de foto's thuis bekeek en het was gewoon, ze waren gewoon verschrikkelijk. En totaal niet, zeg maar. Ik wist wel dat ik ze zwart-wit wilde maken. Alleen het licht was gewoon niet goed en op de een of andere manier, het werkte gewoon niet. En toen heb ik dus de volgende dag ben ik er weer op uitgegaan. En toen dacht ik van, wat nou als ik er een andere lens op zet? En toen heb ik de 35 mm lens van mijn ouders erop gezet. En ik weet nog dat ik de eerste foto maakte hiervoor bij de sluis, bij de bemuurde weert. En het voelde gewoon alsof alles wat ik soort van had geanalyseerd in die tekeningen, alsof dat helemaal tot zijn recht kwam opeens in die foto. En dat was gewoon echt omdat ik die andere lens erop had gezet. En ik soort van geïnspireerd raakte door hoe het licht in de lens viel. En
Ja, dat was wel heel erg bijzonder. En nou ja, en wat met de klus ook goed was, was dat ik echt een soort van heb geleerd hoe ik heel professioneel moet omgaan met zoiets. Dus nou ja, contracten, facturen, handtekeningen, mailcontact. En ja, ik mag nu ook, ze waren zo enthousiast over de foto's, dat ik nu ook volgend schooljaar dan mee mag helpen met een expositie. Ik mag posters maken, stadswandeling, plattegrond maken. En bij het bespreken van een boekje wat ze gaan maken van de foto's en de tekeningen, mag ik dan ook spreken over mijn visie. Echt fantastisch. Oh ja, en ik had dus mijn website gemaakt. Dus ik had eind april had ik ook mijn portfolio website had ik afgemaakt. Heel simpel. Maar dat liet me ook wel inzien van wat ik al had gemaakt en wat er eigenlijk nog op moest komen. Namelijk dat ik had heel veel foto's en ik had ook animaties. Ik had wat grafische dingen die ik had ontworpen, maar er zat nog helemaal niks van documentaire materiaal op. Dus dat was wel echt iets wat er op moest komen. Die mei. Ik had het gesprek met Melanie en Mona over het doorspreken van de details van de stage. Hoe lang zou ik stage lopen? Hoeveel uur per week? En het belangrijkste, wat zouden mijn taken worden? Het gesprek eindigt om 4:30. Ik sta op, loop naar mijn fiets en trap er met alle kracht die ik heb tegenaan. Bij het bespreken van de details had de stage een onverwachte wending genomen. Alle dingen die ik hoopte te leren en mee te maken, zoals regie, productiedagen, vergaderingen, ik zou ze niet meemaken. Nog sterker, mijn voornaamste taak zou het archiveren van fotomateriaal zijn. Ik was boos, voelde me bedrogen en ook verdrietig. De stage viel in het water en alle energie die ik er had ingestopt vanaf december zou als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik stapte op mijn fiets en begon te fietsen. Ik kwam eerst bij mijn kamer, maar zonder het een blik waardig te keuren fietste ik door. Daarna kwam ik bij de supermarkt waar ik boodschappen moest doen. Maar ook die keurde ik geen blik waardig. Uiteindelijk kwam ik bij het natuurgebied, net buiten Utrecht, waar ik altijd ga hardlopen. Ik remde. En mijn woede en verdriet ebte langzaam weg. Het is wel grappig dat sommige dingen op het juiste moment komen. En in dit geval was het zo dat de HKU had een soort week georganiseerd, de Good Week. Voor je mentale gezondheid. En onderdeel daarvan waren dat er allemaal colleges werden gegeven over onderwerpen die, nou ja, voor stress of in mijn geval voor falen. Dus dezelfde avond dat ik dat gesprek had gehad voor mijn stage, was er dus een college over de kunst van het falen. En ik had natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin meer om te gaan. Ik wilde eigenlijk gewoon in mijn bed kruipen en huilen. Maar toen ben ik toch gegaan en het was wel heel erg interessant en ik ben ook heel blij dat ik ben gegaan. Omdat het me heeft doen inzien eigenlijk dat ik niet zozeer bang ben om te falen, maar dat ik bang ben om mijn grenzen tegen te komen. Alleen de grap is dat dat klinkt als een veel groter probleem misschien. Maar dat betekent voor mij dat ik niet zozeer bang ben om de actie zelf uit te voeren, maar om erachter te komen wanneer het me gewoon echt niet lukt. Alleen als ik dan vervolgens naga van waarin ben ik dan tot nu toe al in gefaald, is dat eigenlijk niks. In de zin van, ik ben nog nooit zo erg, zo desastreus ergens in gefaald, dat ik er niet meer van terug kon komen. En toen viel er eigenlijk een soort last van mijn schouders. En wat toen ook wel mooi was, was dat de docent zei op het laatst zei, in plaats van al je energie te stoppen in iets wat veel energie van je vraagt, stop die energie in de kunst van het terugkrabbelen. En eigenlijk kwam dat college precies op het goede moment, want toen was het gewoon dat wat er met de stage was gebeurd, was opeens niet erg meer. Het was wel vervelend, maar nu was het gewoon zaak dat ik een manier ging vinden hoe ik dit in goede banen kon gaan leiden. Ik weet twee dingen zeker.
Het beste leer ik door te beginnen met een theoretische basis. En ik weet dat documentaires mij wel gewoon echt heel erg liggen. Dus het enige wat ik niet weet is wat ik in het eerste semester van het derde jaar wil gaan doen. Er zijn twee opties. Ik heb een minor film gevonden aan de Dutch Filmers Academy. En ik zou misschien een exchange kunnen doen met AVM in het tweede jaar. Wat me ook duidelijk is geworden is dat ik eigenlijk steeds meer van mening ben dat het mij gewoon heel erg leuk lijkt om met anderen samen te werken. En ik denk echt dat de kracht van een goede samenwerking ligt in het kijken naar wie er bij jouw manier van werken past. En het bepalen van een kader waarbinnen iedereen werkt om zo weer vrijheid te kunnen scheppen. Dat zag ik ook echt in de samenwerking met Cas en Melles in project 8, dat gewoon ontzettend goed is verlopen. Maite, zelfs al heb je het gevoel dat je voor een lange tijd hebt stilgestaan, is dat niet zo. Je bent juist in beweging gebleven. Door al die kleine stappen en gebeurtenissen ben je weer een heel stuk dichter bij de vraag, wie ben ik en wie wil ik zijn? Ook het kijken naar verschillende documentaires heeft een beter perspectief gegeven op hoe IMT past binnen het maken van documentaires. Je kan je animatievaardigheden gebruiken, found footage gebruiken of misschien iets met installatietechnieken. Daarnaast heb je ook onbewust bijna je hele doelenlijst afgewerkt. Je hebt andere makers onderzocht, de literatuur geraadpleegd, onderzocht wat je misschien wilt gaan maken en een manier gevonden om je gedachten vast te leggen. En niet te vergeten je website. Het laatste is het oefenen met documentaires maken. Maar de eerste is al onderweg, geloof ik. Tot en met derde jaar, Maite.